Uitgroep 7. Uitgroep 7. Vlees. Maar wat voor vlees? Jammer. Oh! Ik was eerst zo'n mijn tuin. Ja. Slecht zeg. Misschien is het de laatste quiz ooit. Ja. Hey, welkom bij onze vlogquiz. Leuk dat je kijkt. Dit is de vlogquiz met Martijn en met Doak. Twee bevriende vloggers die je misschien kent van de video's over de Piemel Party. En nu gaan we een vlogquiz doen over onze eigen vlogs. Er zijn drie delen, dus eentje op Doak's kanaal, eentje op Martijn's kanaal en deze die je nu zit te kijken. Maar er zit geen volgorde in, dus je kan ze willekeurig door elkaar kijken. Eerst deze afkijken en dan naar Doak en Martijn. Ze zitten wel volgorde in dronkenschap. Ah! Hey, proost! Maar jongens, kijken jullie eigenlijk al mijn vlogs? Ja, nou ja, ik heb niet alles gezien van vroeger. Ik rijd net een tunnel in, wacht even. Want ja, daar gaan we dus wel vandaag achter komen, want het concept is best wel simpel van deze vlogquiz. Ik heb wat fragmenten uitgezocht van mijn favoriete vlogs van het afgelopen jaar en soms iets ouder. Die stop ik dan en dan mogen jullie raden hoe het afloopt. Misschien is het de laatste quiz ooit. Ik dek me vast in, ik ben hier niet heel goed in. Een punt voor wie het snelst het goede antwoord heeft, maar ook punten voor creatieve antwoorden. Oké. Okay. Proost. Ja, fijne kerst alvast. Oeh, is lekker. Zo. We beginnen met een fragment uit mijn allereerste vlog ooit. Oh, die heb ik wel ooit gezien. Juni 2015, geloof ik. Ja. Okay. Echt wel heel lang geleden. Wanneer zijn jullie eigenlijk begonnen met vloggen? Een jaar geleden. Ja, ik denk. Dat jij 2 tot 2,5 jaar meer dan 2, denk ik, ja. Eerste vraag is even om in te komen, niet voor een punt. Waar ging mijn allereerste vlog ooit over? Ja, ik weet het, denk ik. Je ging met je moeder naar het AI-filmmuseum. Je ging met je moeder naar het AI... Nee, dat is helemaal niet jouw eerste vlog. Ik ga vandaag met mijn moeder naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. We gingen ook Stedelijk naar het AI. Museum. We gingen ook naar het AI. Mijn moeder wordt op een gegeven moment in die vlog heel boos. Nee, de vraag is nog niet gesteld. Het schilderij is zo rood dat je er met je ogen gewoon niet naar kan kijken. Het zijn allemaal complementerende kleuren. Oh ja. Dus dat gaat leven, dat gaat bewegen. Ja. Wat er hier dus gebeurde. Wat gebeurde hier? Er leunde iemand tegen dat kunstwerk aan. We gaan kijken naar het antwoord. Wat er hier dus gebeurde. Die kinderen maakten een foto terwijl ze tegen dat kunstwerk aanleunden. Yes, nice. En dat vond ik ook een puntje goed had. Dus die ging er even wat van zeggen. Zo hoort in je hoofd. Zo mooi. Nou, punt voor Martijn. Kijken jullie eigenlijk wel eens je eigen oude vlogs terug? Nee, nooit. Nou, nu dus voor nee, voor ik heb echt mijn oude dat ik als ik terug ga, dat ik denk, jezus, had je niet even de helft eruit kunnen gooien. Denken wij ook altijd bij jouw vlog. Zijn mensen het wel zat bij jullie om gefilmd te worden? Nee, want ik film heel weinig mensen om mij heen. Ik doe niet zoals Martijn bijvoorbeeld doet. Weet je wel, echt elke dag, dat is denk ik een verschil. Ik val gewoon iedereen lastig. En al die mediamensen die zijn lang blij dat ze in beeld zijn. Die springen, Gijs Straafman springt altijd zo. Huh? Ja, maar jij hebt wel echt geluk met je werk. Ja. Als ja. Ik iedere dag een camera naar mijn werk zou meenemen, zou maar, het echt. Maar, ik om de maand echt op stukken taart en dingetjes, oh ja? Ja, om ze tevreden te houden. Dat is slim. We gaan naar de volgende vraag. We gingen met de Piemel Party naar Londen. Jij was niet mee, waarom was je niet mee? Omdat ik in Wenen zat. Oh, wat leuk. Maar we zijn heel erg leuk uitgegaan. Het was echt een van de leukste. Ja, ik zeg niet dat er een verband is, Doak, maar... Maar op welk nummer gingen we het meeste los? Was dat A, Wannabe van de Spice Girls? B, All I Want For Christmas van Mariah Carey. Of C, Bring It All Back van S-Club 7. S-Club 7! S-Club 7. We gaan kijken naar het antwoord. Hè? Ja. Nee, maar S-Club 7 kwam op. Ja. Ja. Oh. Weet je, kijk hoe Bram en Jess ook. Oh, hey. Oh, gaat dat er nog achter? Oh, wat gek. Geen punt. Waar zullen we met de volgende Piemel Party vakantie naartoe? Als het aan mij ligt, er zit een soort tweedeling. Volgens mij, als wij naar Centerpark zouden gaan in Huizen, dan, nou ja, ik dan. Laat ik van mezelf spreken, dan had ik dan wel net zo leuk gevonden eigenlijk. Ja, nou dat geloof ik ook wel. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik vond in Eifel heel leuk bijvoorbeeld, ja. Terwijl dat was een soort jeugdherberg. Ja. Ik zou heel graag nog naar San Francisco willen. Ga je ermee? Is goed. Volgende vraag. Ik heb dit jaar ook een paar gay talks opgenomen met Ciara en met Romy. Maar mijn favoriet tot nu toe is toch nog wel die met Tim. Wat? Het gaat niet over de anaaldouche. De vraag was, als je alleen maar hebt gepijpt, heb je dan wel seks gehad? Ben je dan ontmaagd? En Tim vliegt een beetje uit de bocht. Je zou in principe een soort van bijvoorbeeld 1000 man gepijpt kunnen hebben. Maar als je nog nooit iets in je vagina hebt gehad, ben je dus nog maagd. Maar je bent wel een fucking slet. Ja?
hij moet het natuurlijk even goed maken naar de vraagsteller. Wat gaat hij nu zeggen? Punt voor creativiteit. Maar je houdt er gewoon lekker van? Waarschijnlijk zegt hij wel iets van, good for you. Maar je bent wel een fucking slet. Ja? Ja. Komt ie? Hoor? Oh, jammer. Oh! Geef het ook wel een punt voor de... Originaliteit. Ja. Oké, goed punt. Wat doe je eigenlijk met mensen die schelden? Scheldwoorden en vieze dingen? Nee, dat doe ik eigenlijk niet aan alles. En dan vind ik het grappig om het te censoren. Soms is het wel grappig, ja. Alsof het Jerry Springer is. Maar eigenlijk, ik heb niet zo heel veel... Ik bliep alles weg. Ja? Echt, elke vlog zit wel een piep. Zijn je ook je vlogs kindvriendelijk? Ja, want veel ouders kijken met kinderen erbij. En die kinderen kijken voor het muziekje vaak. Kijken ook best wel veel kinderen naar mijn vlogs, omdat ik bij Kind of Kinderen werk. Maar ik vind dat er wel een verschil is tussen Kind of Kinderen en dit. Maar ze kijken ook naar die anaaldouche. Ja. We gaan naar de volgende vraag. Over mijn allermeest bekeken vlog ooit, over de McDonald's delivery. Volgens mij bijna 200.000 views. Niet door mij bekeken. Sorry, ja, ik weet ook niet waarom. Dan wordt het spannend, dan wordt het spannend. Omdat er zoveel mensen naar gekeken hebben, dus ook allemaal mensen die mij helemaal niet kennen, zijn de comments ook best wel heftig en raar. En de vraag is, wat is het meest besproken shot in deze video in de comments? En we gaan even kijken naar drie opties. Ja, die weet ik. Is het intro waarin ik heel erg overdrijf over wat er gaat gebeuren? Het is vandaag een mooie dag. Een bijzondere dag. Misschien is het wel... een legendarische dag. Of is het B, de slappe patat? Of is de boerenfriet? Een beetje slap. Of is het bezorging? Of is het C, het bier met een rietje? Ja, het bier met een rietje natuurlijk. Klopt, bier met een rietje. Echt 800 comments over hoe gay het wel niet is om bier met een rietje te drinken. Ja? Terwijl je er heel erg lekker snel dronken van wordt. Ja, en het ziet er ook heel sexy uit. 200.000 views, wel voor mij echt extreem veel. Ja, iedereen hoor. Ja. Ja. Wat is jullie meest bekeken video, weet je dat? Ja, dat is mijn duikt in met Feyenoord fans. Nice. Wat Robin van Persie er ook in zit. Nou, het ging niet om Robin van Persie, het ging volgens mij vooral om Tante Gerda. Ja. Mijn best bekeken vlogs zijn altijd de top 2000. Net is die over September. Echt? Ja. Oh, ik weet wel waarom. Ja? Dat is mijn intro filmpje nog steeds. Oh, maken jullie druk over je views? Nee. Denk je wel eens, of ga je wel eens iets speciaal erin doen of maken omdat je denkt dit gaat lekker scoren? Nee, nooit. Nee, bij Doug Duck In had ik natuurlijk wel het idee van oké, daar moet wel een beetje naar gekeken worden. Ik bedoel, als dat opeens 200 weergaven, dat slaat gewoon nergens op. Het zou echt zonde zijn voor alle energie erin. Ja. Ik had laatst een vlog en die was heel suf. Zo van, wie is jouw leukste collega? En dat vinden mensen heel leuk. Maar die had ik zeg maar in een uurtje in elkaar gedraaid en toen... Ja, je weet het nooit. Maar soms denk je echt van, nou, dit is echt super boring. Gaat niemand op reageren en dan opeens boom. En precies andersom ook. Dat je denkt, oh, lekker clickbait en dan komt er niks. Volgende vraag. We gingen met de Primo Party naar Eifel, waar lekker niks te doen was. Ik vond dat heerlijk. Heerlijk. Wat vonden jullie het hoogtepunt van die vakantie? Het maken van de leader. Ja, dat was leuk. Dat was het allerleukst. Ja. Dat was heel leuk, ja. Nou, een van de hoogtepunten was boodschappen doen. Jesse heeft een lijstje gemaakt. We gaan even boodschappen doen. Vooral Bram en Jesse waren heel enthousiast over iets in de supermarkt. Ja, kut, dat was het ook weer. Wat was dat ook alweer? Waar ze zo van onder de indruk waren. Punten voor creativiteit, want het is geen meer keuze. Volgens mij was het een kassenjongen met een witte jas. Oké. Volgens mij was het gewoon een wortel met 5 takken. Een hele grote wortel. Ja. Nee, dat was iets geks. We gaan kijken. De Lidl. Oh. Oh, shit. Okay. Oh, ja, stom. Wat de fuck? Ik heb een vinger tussen. Allebei zo. Kom. Ja. Dat vind ik zo mooi. Het is een cirkelzaag. Maar hij was ook wel vet, eerlijk gezegd. Ja, heel vet. Nerds. Maar jullie gingen niet mee boodschappen doen, denk ik. Ik vond wel, de kassenjongen vond ik wel een puntje. Wat? Vorig jaar was ik met de familie van Jesse 3 weken in Suriname. Wat een hel. Als in, ik bedoel, nee maar... Het is gewoon familie. Nee, maar ik bedoel, in Suriname, dat is alleen maar ellende met beestjes en gedoe en slangen die je opeten. Vooral toen we de jungle ingingen werd het heel erg. Maar voordat we de jungle ingingen kwam de broer van Jesse met zijn vriendin. Jesse's en Vins grote broer Beer komt vandaag met zijn vriendin Kirsten. En die worden nu opgehaald van het vliegveld. Hoe vind je dat Beer en Kirsten eraan komen? Gezellig. Hoe vind je dat Beer en Kirsten komen? Hoe vind Jesse dat Beer en Kirsten komen? Kut. Irritant, want hij moet dan voor meer mensen koken ofzo. Jesse moet altijd koken voor iedereen. Hoe vind je dat Beer en Kirsten komen? Met het vliegtuig. Oh! Oh!
Zo'n Martijn-grap. Ja. Dat is slecht, zeg. Het was een beetje een, hoe noem je dat? Een streekvraag. Ja. Ik ben een beetje verliefd op hem. Op wie? Declan McKenna natuurlijk. Ik mocht dus Declan McKenna interviewen op een boot. En fans konden hem vragen stellen. En één fan stelde hem de volgende vraag. Okay, my question is, what is the dumbest thing you've ever done while drunk? Wat is het domste wat Declan McKenna ooit heeft gedaan terwijl hij dronken is? Ik heb er heel veel fantasieën bij, maar ik weet het echt niet meer. Een vuurpijltje in zijn kont afgestoken en dat moet dan zo... Ik kan hier wel iets origineels bij verzinnen, maar dan moet je het eruit knippen, dus ik weet het niet. We gaan kijken naar het antwoord. Okay, my question is, what is the dumbest thing you've ever done while drunk? I go on Twitter. Oh. Ja, niet doen, zeg ik uit ervaring. Nee, nou ja, inderdaad. Hebben jullie... Mag een creativiteitspuntje? Ja, je krijgt een creativiteitspuntje voor Doak. Waarom doe ik dit? Ik heb nu al dat ik denk... Nee, ik ook. Maakt niet uit. Over dronken gesproken, hebben jullie wel eens iets op internet gezet waar je spijt van kreeg? Nee, nooit gelukkig. Nooit. Ja. Ik gooi mijn telefoon, als ik dronken ben, gooi ik mijn telefoon in de hoek. Ik ga wel, meestal in chats, zoals bij jullie, ga ik opeens dingen zeggen dat je denkt... Oh, ja. Ja. Waarom? Maar dat is altijd gewoon... Bij nooit! Ja, bij ons kan het goed. Maar heb je ook wel eens dat je dan de verkeerde mensen berichtjes gaat sturen als je dronken bent? Ja hoor! Kijk eens! Nee, die kijkt ook, dus lullig. Deze video wordt mogelijk gemaakt door Team Kijk Maar Even. Dat zijn inmiddels meer dan 100 fantastische mensen die mij steunen met 1, 3 of 5 euro per maand, zodat ik mooie dingen kan blijven maken. Ga nu naar patreon.com/bramdewijs en kom ook bij Team Kijk Maar Even. Nou, we gaan naar wat recenter hoor. De volgende vraag. We waren met de Piemelparty op Ibiza. Eerste vraag, Martijn. Mm-hmm. En op Ibiza moet je natuurlijk ook lekker uitgaan. Dus wij gingen lekker partyen in de Ibiza town, Ibiza stad. Oh, we're going to Ibiza. Wie heeft er zin om te feesten? Zoals je ziet was er weinig animo om te feesten. Maar daarna stel ik nog een vraag waar wel mensen hun hand op staken. Wat was de vraag die ik hierna stelde? Wie wilde naar huis? Wie wilde naar huis? Wie wilde slapen? Wie wilde in bed liggen? Oké, we gaan kijken naar het antwoord. Wie heeft zin om te feesten? Wie heeft zin om te slapen? Doak had dat letterlijk goed. Ja, heel goed. Wie heeft zin om te slapen? Hoe vonden jullie Ibiza? Was het de hype waard? Nee. Nou ja, ik vind het met jullie heel leuk, maar ik vond het gewoon een beetje patje perig. Ja. Ja, maar ik durfde dat toen niet te zeggen, want jij had het allemaal verzonnen. Dus nee, maar het is ook goed om toch even achter decor te kijken dat je ziet, oh, het is allemaal van karton. Ja. Ja. Want ik vond bijvoorbeeld dat Patty Bird restaurant vond ik wel heel lekker, vond ik heel leuk ook. Maar daar zaten ook wel patsen. Jongen. Mensen met witte broeken aan, van die doorschijnende. En het is ook zo, weet je ziet heel vaak zo als mensen uit Thailand komen, weet je, dan hebben ze opeens van die lawaai broeken met olifanten erop. Dat is daar dan ook, maar dan dat met van die kwastjes eraan. En alles is daar opeens 10 euro duurder, dat je denkt, waarom? We zijn bij het laatste fragment aangekomen en dat gaat over... gaat over mijn verjaardag. Daar was ik bij. Dit is de pizza ronde. We hadden natuurlijk een pizza party met de Piemel party op mijn verjaardag. Jesse, wat zit er op jouw favoriete pizza? Wat is de favoriete pizza van Jesse? Vlees. Nee, het is iets geks. Kut. Hij noemt 3 ingrediënten. Als je eentje noemt, is het goed. Jalapeno peper, tonijn. Rode saus. Ja, in ieder geval geen ananas. Hij zegt, als er maar niks is met fruit is. Zoiets zegt hij. Artisjokken of anchovies en chili? Oh, chili. Jalapeno. Wat een rare jongen is het ook, hè? Maar Marinus deed een hele heftige bekentenis. Wat was de bekentenis? Ja, ananas, ananas op de pizza. Pizza Hawaii vindt niet lekker. Als jij een betere motoriek hebt, win jij. Nee, ja. Hawaii. Echt waar? Ik ben benieuwd of je deze weet. Wat was de favoriete pizza van Martijn? Niks. Nou ja, niks, want hij niks. Ik maar was je, eerst. Oké, okay, ja, je ging niks eten, maar je hebt wel een pizza genoemd die je lekker vindt. Vierkaaspizza. Ik vind vierkaaspizza altijd wel lekker. Oh, lief. Je kent jezelf, nou, dat is toch wel geruststelling. Oh, gelukkig kom ik nu hiernaar. Ja. Wat zit er op de favoriete pizza van de... Vlees. Nee! Haha, vlees en vis. Because I like them both. We gaan kijken naar het antwoord. Pussy en dick. Nou ja, of... tonijn of salami, dus of vis of worst, ja. Toch biseksueel, hè? Een halve punt voor Martijn. En ik dan? Gaan we, en jij een hele. Nu gaat het er ontspannen, want dit is de laatste vraag. Ik weet niet goed hoe het met de puntentelling zit, maar de kijkers thuis weten wel hoe het met de puntentelling zit. Hoe ziet de favoriete pizza van Bram eruit? Weet ik. Vlees. Ja. Hé? Maar wat voor vlees? Maar let even op de vraagstelling. Hoe ziet de favoriete pizza... Rond! Rood! Oh ja, je wint. Hoe ziet jouw favoriete pizza eruit? Rond. Yes! Goed hoor.
Voordat we naar de uitslag gaan, spannend hè jongens, heb ik nog een kijkersvraag. Want de echte fans, die weten misschien dat ik, voordat ik mijn eerste normale vlog maakte, had ik al 3 soort testvlogs gemaakt tijdens de vakantie, dit voor de kijkers thuis. Ik kijk ook. Oh ja, laat ons even in de poll in de hoek weten. Was het A in Spanje, B in Frankrijk, C in Zweden of D in Duitsland? En het goede antwoord staat onder deze video in de beschrijving. En er staan trouwens ook de linkjes naar Doak en Martijn, die er nu achter gaan komen of ze hebben gewonnen of niet. Ah! En de prijs is... Mijn lichaam! En een fles champagne, die al bijna op is. Dan is nu tijd voor de uitslag. Tromgeroffel. Ik weet al wie heeft gewonnen. Oh ja. Met 4,5 punt Martijn en met 6 punten Doki. Hey! Bedankt voor het kijken. Kijk ook even naar de vlogquiz van Martijn en de vlogquiz van Doki. En fijne feestdagen. Proost. Gelukkig nieuwjaar. Proost. Fijne kerstvast jongens. Hierdoei. Hi. Hi.